Atletiekvereniging De Keijen in Uden heeft voorlopig een nieuwe voorzitter. Thierry van Schijndel. Hij gaat de functie in ieder geval tot de zomer vervullen. En als het goed bevalt, wordt er gekeken of er toekomst in zit. Affiniteit met sport heeft de nieuwe voorzitter in ieder geval zeker. Men kan hem kennen van Missie Mont Ventoux en Alpe d'Huez. Beide sportieve evenementen voor een goed doel. De atletiekvereniging benaderde Van Schijndel al eerder, maar toen wees hij het voorzitterschap af door privéomstandigheden. Een paar weken geleden kwam het weer ter sprake en besloot hij er wel op in te gaan.